Welkom bij Leeuwarden Actueel van vrijdag 25 februari. Aan het einde van de ochtend heeft een felle uitslaande brand gewoed op een zolder naast ijssalon La Venezia op de Nieuwe Buren. Het vuur dreigde over te slaan naar het gebouw van de ijssalon zelf, maar door snel ingrijpen van de brandweer kon erger worden voorkomen. Tegen 1 uur 's middags werd het sein brandmeester gegeven. Het pand van La Venezia aan de Nieuwe Buren is een monument. Het homoplatform Friesland doet een oproep aan iedereen om namen op te geven voor het roze pompenbleed. Die door de homo-emancipatiebeweging ingestelde prijs gaat naar een persoon of instelling die zich op bijzondere wijze inzet of heeft ingezet voor de verbetering van de positie van homoseksuelen in de provincie. De uitreiking van de prijs is aan het begin van de Roze Week in juni. Eerdere winnaars waren onder andere Arno Brok, oud-wethouder van Leeuwarden, oud-burgemeester van Sneek en thans burgemeester van Dordrecht en het homokoor onder anderen. Het thema van de Roze Week dit jaar is de normaalste zaak van de wereld. De oudste inwoner van Leeuwarden en Nederland, mevrouw Geertruida Draaisma, is vandaag 109 jaar geworden. Burgemeester Vert Kroonen en loco-commissaris van de koningin Sjoerd Galema bezochten haar daarom op deze feestelijke dag om haar persoonlijk te feliciteren. Mevrouw Draaisma woont sinds 15 jaar in woonzorgcentrum De Hofwijk en is, ondanks haar hoge leeftijd, nog redelijk fit. Ze loopt iedere dag zelf naar de faciliteiten die De Hofwijk rijk is. Ook kijkt ze nog graag naar alle takken van sport op de televisie. Voordat ze in De Hofwijk kwam wonen, woonde ze met haar zuster in Den Haag. Nadat beiden vlak achter elkaar een hersenbloeding kregen, overleed haar zuster. Mevrouw Draaisma woonde vervolgens een aantal maanden bij een nicht in Leeuwarden, voordat ze naar De Hofwijk verhuisde. Haar werkzame leven heeft ze voor een groot gedeelte bij hoedenzaak Deschene aan de Nieuwe Stad doorgebracht. Burgemeester Kroonen heeft haar als verjaardagscadeau een foto uit 1967 aangeboden van het pand waar deze hoedenzaak was gevestigd. Burgemeester, nog gefeliciteerd. Dankjewel, het is echt heel bijzonder, hè? 109 jaar. Want hoe vindt u dat nou dat de oudste bewoner van Nederland in uw gemeente woont? Nou, de vorige oudste kwam ook al hier vandaan, dus dat is wel het signaal denk ik dat het in Leeuwarden fantastisch wonen is. Gezond en natuurlijk een prachtig leef- en wonen-werkklimaat. En waar zou dat dan liggen denkt u? Nou, het is natuurlijk gezellig. De Friezen zijn gezellig. Het is mooie open lucht en een mooie historische binnenstad. Dus daar kun je alleen maar trots op zijn. En heeft u verder ook nog contacten met mevrouw zelf? Ja, ik ben hier geweest vorig jaar toen ze 108 jaar werd.
En ze loopt nog steeds. Hè? Dus toen heb ik ook gevraagd, komt u eens op bezoek op mijn stadhuis? En in april is ze ook op bezoek geweest in het stadhuis. Hebben we hem met de auto opgehaald en heeft ze lekker koffie gedronken, taartje gegeten bij mij op de kamer. Nou ja, als je 108 bent en op bezoek gaat nog bij de burgemeester en ook 109 jaar wordt, nou dat is toch fantastisch. Dus ik reken op de volgend jaar als ze 110 wordt. Het belcentrum van Nuon aan de Melkema-Staten gaat waarschijnlijk verhuizen naar een andere plek. Reden daarvoor is het klimaat in het gebouw dat heel slecht is. Werknemers klagen er voortdurend over dat het er of te warm of te koud is. De directie onderzoekt op dit moment twee alternatieven. Het gebouw helemaal verbouwen of nieuwbouw op een andere plek in de stad. Het belcentrum en de werkgelegenheid zullen in ieder geval voor Friesland behouden blijven. Er werken op dit moment zo'n 500 mensen in het centrum. In de aanloop naar de provinciale statenverkiezingen organiseerde Zorgbelang Friesland vanochtend een Twitterdebat over zorg. Politici en twitteraars konden in het debat reageren op diverse stellingen over de zorg en, uiteraard, op elkaar. Onder andere de VVD, GroenLinks, de ChristenUnie en de FNP waren in het debat vertegenwoordigd. Jullie hebben vandaag een Twitterdebat georganiseerd. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, we hebben een Twitterdebat georganiseerd, vooral ook om aandacht te vragen voor het onderwerp zorg. Omdat voor mensen is dat het meest belangrijke onderwerp. En in de verkiezingsprogramma's van de provincie komt dat nauwelijks voor, vandaar. En zijn er veel mensen aan het twitteren geweest? Nou, ik heb nog geen exacte cijfers, maar we zijn wel op nummer 1 geland van trending topics. Dus dat betekent dat van heel Nederland dit het meest gebruikt werd als onderwerp. Waarom hebben jullie het Twitterdebat hier gehouden? Nou, het Gameship is een samenwerkingsverband tussen provincie en andere noordelijke partijen. En we vonden het ook leuk om die mee te nemen in de aandacht. Bovendien hebben ze hier allemaal computers staan, goede computers. En het is technisch gewoon leuk om hier te zitten. Jullie hebben in Nijlandstaten, daar zijn ook mensen aan Twitter geweest. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, we vonden het belangrijk om niet alleen zeg maar, het medium Twitter te gebruiken, zodat iedereen mee kan doen, ook op de eilanden en dergelijke. En gewoon debat komt toch snel dat je naar Leeuwarden moet komen of naar Heerenveen. Maar ook dat ouderen wel mee konden doen en die zitten vaak niet op Twitter. Dus we hebben in Nijlandstaten een soort van hulpcentrum aangegeven met Twitter buddies. Dus mensen die ouderen hebben geholpen om hun meningen ook mee te laten tellen. En daar werd goed gebruik van gemaakt. Heel leuk. Zelfs een Twitteraar van 102. En is dit voor herhaling vatbaar? Ja, absoluut. Niet op deze manier misschien, maar we zijn wel van plan om het onderwerp, zeg maar de hashtag die dan gebruikt wordt bij het twitteren, TZBF, Twitterdebat Zorgbelang Friesland, om die in de lucht te houden, om elke dag een stelling erop te zetten en dan te kijken of er veel reactie komt. En als er veel reactie komt, kunnen wij dat weer meenemen naar de politiek of in ons werk. Wethouder Henk Deinem verklaarde donderdagmorgen bij de ouderenwerkgroep van de Partij van de Arbeid de oorlog aan de huisjesmelkers. Het loopt de spuigaten uit, ze veroorzaken ernstige misstanden en daar worden mensen de dupe van, zo zei hij strijdbaar. In de Vegelingwijk heeft de gemeente ze weggekregen, maar nu vindt er een verschuiving plaats naar Molenpad, Cambuursterpad en Vlietzone. Ook de Bloemenbuurt en Olde Galileeën krijgen met huisjesmelkers te maken. Volgens Deinem duiken iedere keer weer dezelfde namen op als het gaat om het opkopen, splitsen en verhuren van panden. Al eerder kondigde de gemeente acties aan naar aanleiding van klachten in de Vlietzone. Na herhaaldelijk aandringen uit de buurt kwam de gemeente met het voorstel tot een gestructureerde aanpak. Deinem vertelde dat de actie nu losgaat. We gaan de problematiek zeer hard aanpakken, zo zei hij. Er zullen boetes worden uitgedeeld van 20.000 tot 30.000 euro. Ook het sluiten van panden staat op de agenda. Volgens Deinem hebben de maatregelen die aangekondigd zijn nu al effect. Tot zover Leeuwarden Actueel van vrijdag 25 februari 2011. Tot ziens.